dan nog? Ik weet wat ik wil. Ja, maar zeg het dan. Meeeten. Hier. Je wilt hier gewoon meeeten? Ja. Ja, die dropper eten, dat is niet te vreten gewoon. Ah, maar mocht jij hier zo dikwijls komen eten als dat je wil? Tof. Ja. Ah, ja. Dat kan nog altijd van pas komen, hè. Maar dus, als ik hier boodschappen heb gedaan, dan mag ik altijd mee eten. Ah, maar ja, kun jij zelfs nu mee eten, dat is gezellig. Oh. Maar ik ga geen drank meer kopen voor u, hè. Nooit niet meer, hè. Dat is geen probleem. Ja. Dat had ik niet verwacht. Nee. Kan ik zonder ze? Je moet niet denken dat ik aan de drank ben. Nee, nee. Ik kan alleen niet verdragen dat ze me die dingen verbieden. Oké. Oké. Ja. Allee, kom hier. Nee. De Werner vertelde mij dat je mij wilde spreken. Ja, dat klopt. Ik kan wel raden waar dat je het over wilt hebben. Over de echtscheiding. Ja, ook, ja. Ik heb er geen goesting in. Ik wil er niet over praten en ik wil ook niet scheiden en daar blijf ik bij. Mm-hmm. Dat weet ik. Ik wil ook niet scheiden. Je bent al lang mijn muze. Ik voel het. Ik ga met u in de prijzen vallen. Ik ga mijn spullen halen. Ik voel een drang, een onweerstaanbare drang. Ja, die drang zult je toch nog even moeten bedwingen. Uw speeluurtje, of liever gezegd uw praatuurtje, is afgelopen. Ja, de klanten wachten. Back to reality. Zal ik binnen een uurtje terugkomen? Sorry, Harry. Het zal voor morgen zijn. Morgen zal ik voor u poseren dat de stukken eraf liggen. Morgen is nog zo ver weg. Ja, niks aan te doen. Sorry. Harry, zou jij er iets mee inzitten om geconfronteerd te worden met een echte klant? Zolang het voor mij aan de bakkerman is. Ingrid. Dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Tja, de deur beneden stond open, dus. Het is niet wat je denkt, hè? Nee? Nee. Rebecca is voor mij aan het poseren. Ah, maar ik dacht niets bijzonders. Ik voel het wel als ik ongelegen kom. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Jij wilt niet scheiden. Is het zeker? Ja, Veronique, ik ben zeker. Ja, ik heb geen goesting in al die papieren, paperassen, administratie. Andy wil u niet meer. Die is uw beu. Die is gewoon op u uitgekeken. Ik wist dat hij niet te vertrouwen was. Nee, alsjeblieft, Veronique, dat heeft er niks mee te maken. Ja. Jij wilt er bij mij zijn. Ik heb dat altijd geweten. Ik ga dat allemaal terug goed komen. Ik voel dat. Zo. Als ik dan ongelegen kom, dan... Ja, maar dat moet niet. Ik moet juist weg. Ik moet dringend pintjes gaan tappen bij de Louis. Er is missen. Allee, dat is Louis niet meer. Het is Werner. De Louis is weg mee aan. Dat weet ik, Harry. Nou, de goed, hè. Jij ook. Ja. Wat deed Harry hier? Ik dacht dat jij hier werkte. Ja, en ik dacht dat wij pas binnen een uur hadden afgesproken. Sorry, hè. Je hebt uw adres en telefoonnummer gegeven en ik dacht... Ja, alleen voor noodgevallen, Ingrid. Als er iets zou zijn met u of met... Er is toch niks gebeurd? Oh, nee. Ik dacht gewoon dat jij het plezant zou vinden als ik u kwam ophalen. Dat is heel lief van u, Ingrid. Kom binnen. Nee, ik zou wel buiten wachten. Maar nee, kom binnen. Je kwam gewoon een beetje overlegen. Komt helemaal niet goed tussen ons, Veronique. Zeg, wat voor een spelletje speelde jij met mij? Ik speel geen spelletjes. Tenminste, dat wil ik toch niet. Nee, dat doe je verdomme wel. Want nu zeg je weer dat je niet wilt scheiden. Ik wil niet scheiden omdat ik geen spelletjes niet meer wil. Al dat gedoe, ik wil dat allemaal niet meer. Al die toestanden. Ik wil weg. Wat zeg je? Ik wil weg. Je wilt weg? Ja, ik ga weg, ja. Voorgoed.
Ik zal u buiten laten wachten, zeker. In uw toestand. Ik ga even zitten. Hoi. Precies wel een plezante job. Plezant. Soms. Administratie, had je mij gezegd. Ja, er komt niet echt veel papierwerk bij kijken. De pc zie ik hier ook niet direct staan, hè. En is dat uw werk er nu? Ja. Ik heb er nog wel meer van hangen in de kast. Allemaal even sexy. Enfin, als je het sexy kunt noemen. Dat hoort bij de service zeker. Dus... Ja. In dit appartement, in deze kleren, ontvang ik mannen die ervoor betalen. Lafaert. Hoe kunt het? Hoe durft het? Lafaert! Lafaert! Nou, scheld me maar uit. Je hebt er al het recht toe. Ik weet het, ik kan het niet aan. Ik ben waarschijnlijk een lafaert. Waarschijnlijk, ja. Oké, ik ben een lafaert. Ik kan gewoon niet geloven dat jij mij in de steek laat. Definitief. Definitief, ja. En dat is het beste voor ons allebei, Veronique. Nee, dat is niet waar. Dat is het beste voor u en voor Anna. Wat dat beste is voor mij, dat kun jij niet uitmaken. Nee, dat is waar. Ik kan er niet uitmaken. Maar je zult zien op lange termijn dat dat toch het beste is. Daar heb ik nu niks aan. Hè? Nee, daar heb je nu niks aan, maar op lange termijn wel. Probeer u er maar uit te lullen. Trouwens, dokter De Waals heeft het zelf gezegd. God. Dat kon je zelf niet bedenken. Nou, waarom geloofde je me nu toch nooit? Tot ziens, dat komt allemaal wel in orde. Ik wil niet dat je weggaat. Toch ga ik weg, Veronique. Goed, dat kunnen we niet menen, Lou. Lou, ik zal nimmer liegen en nimmer... Ik zal geen spelletjes meer spelen. Lou, wat moet ik doen dat je terugkomt? Lou, ik zie je... Ja? Ik weet even niet wat zeggen. Ja, wat valt er te zeggen? Ik verdien mijn brood door mannen te laten betalen voor seks. Ja, ik ben een hoer. Je gaat mij daar toch wel iets over kunnen vertellen. Ingrid, jij weet toch ook hoe wat de mensen zijn? Ze hebben direct hun mening klaar. En ik heb geen goesting om mij constant te moeten verdedigen. Je gaat het mij toch kunnen zeggen? Ik was van plan om het u te vertellen. Maar... Om eerlijk te zijn, was ik ook een beetje bang voor uw mening. En ja, dan stelt je dat uit en op den duur... Ik wou u er niet mee lastigvallen. Schrik van mijn mening. Ik vind het erger dat ik er op deze manier moet achterkomen. Sorry. Als je mijn mening wilt weten... Ik vind het een rare gedachte. Dat jij seks hebt met klanten, dat vind ik raar, meer niet. Ik weet niet of ik het ooit zou kunnen. En Harry? Is hij ook een klant? Bij Harry ligt dat anders. Harry wil alleen maar praten. Harry alleen maar praten. Dat lijkt mij een beetje onwaarschijnlijk. Ja, en toch is het zo. Ach ja, dat interesseert het mij ook wat Harry doet in zijn vrije tijd. Hij betaalt mij zelfs om te mogen praten. En binnenkort ga ik voor hem poseren. Hij praten en jij poseren. Ja. Het is alleen te hopen dat hij dan iets minder babbelt. En als Harry zo op zijn praatstoel zit, waarover babbelt hij dan? Dat zeg ik liever niet. Beroepsgeheim? Zoiets, ja. Hallo, met Fanny. Ja, Mario. Op tijd zoals altijd. Kom maar naar boven, zoetje. Fanny? Ja. En Mario heet eigenlijk Luc. Allee. Ik zal u maar alleen laten met uw Luc, zeker? Doet dat. En dan zie ik u binnen een uur daar waar wij afgesproken hadden. Ja. Als ik nog eens kom, dan zal ik zeker eerst bellen. Ingrid, papa. Dag Fanny, ik heb de trap genomen. Tot straks dan, hè. Goedemiddag. Dag.
Ik ben weer stout geweest, Fanny. Ja. Werner. Hey, zusje. Hey. Ja. Ik ben er toch, hè? Hey. We zullen u niet in de steek laten, zeg. Nee, zeker niet. Wat moet ik nu doen? Wat kan ik nu verder zonder Lou? We hebben thuis een beurtrol. Fijn, wat dat die, hè? Nu doet madame de roep die. Ah, dat bord is nog een beetje vuil. Wacht, zal het even gaan afwassen. Oh, maar laat maar, ik zal het wel even doen. Ja, meneer, dat is niks. Ik was gekeren af. Maar echt? Amai, ik heb er anders de pest aan, ze. Dat is de ene mens tegen de andere, hè? Ja, maar alleen blijft zitten in één bord, ik zal het wel afwassen. Ja, meneer, dat is niks. Wat maakt nu zo één bord? Ik moet toch nog de couverts gaan halen. Dat is niks, ik zal die wel meebrengen. Ga jij maar wat televisie zien. Komt, zal u goed doen. Ga slapen. Nee, ik wil nadenken. Veronique, nu toch niet. Je bent doodop. Jenny heeft gelijk. Ik kom. Het doet allemaal zo'n pijn. Wat is er? Loop. Is het zo erg? Hij is weg. Voor altijd. Met Anne. Zal ik dokter De Waals bellen? Ik kom daar juist van. Hij kan u nu zeker helpen. Nee, dat wil ik niet. Ja, maar het is belangrijk, juist nu. Hij zal daar zeker nog zijn, ik kom er juist van. Nee, Bianca. Ik zei dat maar om goed te doen. Ja, die spant samen met Lou, ja. Allee. Je weet toch dat een psychiater altijd achter zijn patiënten staat? Ja, bij mij toch niet zo. Allee, Veronique, je hebt hem mijzelf aangeraden omdat hij zo goed is. Bedriegt mij. Je moet niet overdrijven, hè, Veronique. Ja, ik overdrijf niet, Werner. Je moet niet gaan, hè, als je niet wilt. Oh, nee. Het was maar een voorstel. Hij is degene die Lou heeft aangeraden om met Anne definitief te vertrekken. Dat was De Waals zijn idee. Dat kan ik mij niet voorstellen. Ja, en toch is het zo. Lou heeft het zelf gezegd. Mannekes, discuteer dus niet. Hè? Lou heeft zijn beslissing genomen. Wat kunnen wij er nu nog aan veranderen? Ik ga slapen. Ik zal even meegaan. Kan ik toch niet meer iets helpen? Ja, ja. Ons Veronique heeft nog een lange weg te gaan. Ging het juist wat beter en dan gebeurt er zoiets. Ja, het was te verwachten, hè. Ze heeft de situatie nooit onder ogen willen zien en nu zit ze met de gebakken peren. Ik dacht echt dat ze een nieuw leven ging beginnen, maar blijkbaar heeft ze altijd hoop gehad. Blijkbaar, ja. Maar nu genoeg over Veronique, nu is het over u. Ga
precies goed, hè? Heel goed. Dankzij Paul de Wals. Die doet wonderen, ja. Zo erg was het nu ook weer niet, hè. Schatteke, jij bent toch niet vergeten? Ja, jawel. Ik ben dat vergeten. En dat is maar goed ook. Zegt dokter de Wals. Precies. Je bent toch niet verliefd op die Paul? Zeg. Ja, ja, je moet niet lachen, want er gebeurt meer dan je denkt. Dat iemand altijd naar u luistert, hè. Wat dat je ook te zeggen hebt, hè. En meestal ook nog een zinnig antwoord heeft op al uw vragen, dat is inderdaad heel bijzonder. Je bedoelt iemand gelijk je moeder? Ja. Weet je dat dan niet? Ik ben al jaren verliefd op u. Wel, dat wou ik nu nog eens horen zeggen. Schatje, dat hij een diepak ons gerust laat, daar ben ik zo blij voor. Kan ik op mijn positieve komen? En ik ben blij dat ik u nog eens hoor lachen. Wat is het, gaat het niet? Ah, laat mij maar doen. Harry, die heb ik juist gedaan. Wat is stom van mij? Zeg, Harry, jij zit in zo'n raar bui. Die waren proper. Ja, dat zeg ik juist. Zeg, jij doet wel heel raar, hè? Ik ben gewoon raar. Ja, ja, dat weten we al lang. Maar nu zijn het toch wel bijzonder raar. Dat komt omdat ik heb Ingrid gezien. Met zo'n buik. Sorry, hè. Ik wou niet onverschieten. Och, kan gebeuren, hè. Dat is niet erg. Ja, nu versta ik wel waarom jij zo graag de afwas ineens doet. Ja, ja. Wat ga jij doen? Opkuisen, voordat er hier iemand op uitschuift. Ja, maar dat zal ik wel doen. Ja, concentreer je maar op dat andere afwasmiddel daar. Dat is een teugen niet. Moe! Moe! Ja, dat is... Moet je nu eens iets weten? Ah, hier, zeg. De plezantste van de familie verbiest. Dat is tof dat ik u nog eens zie, Jorikje. Dag, Simon. En, wat nieuws? Later, Jori. Nu niet. Ah, Simonneke. Wat goed nieuws? Later, moe. Waarom roept het dan zo hard? Ik mag het blijkbaar niet horen. Ach zo? Ja. Ah, baby. Hey. Ah, wel. Wat nu? De nieuwe logée? Jori, die heeft voor mij boodschappen gedaan. Je hebt toch alleen maar meegebracht wat je mocht meebrengen? Jij denkt toch niet dat Jori voor mij drank smokkelt, zeker? Je zou niet durven. Ik heb alleen maar meegebracht wat daar op het lijstje stond. Het is uw geraaien. Zeg, Frank. Luc zei dat je die job bij Van Krunkels zwem bijna vergeten waard. Is dat zo? Niks van. Ben je niks bijna vergeten? Dat komt allemaal dik in de chacos. Ik zie het wel. Dat heb ik tegen Luc ook gezegd. Hè. Ik kon dat al niet geloven. Bij, jij moet hier niet komen zeveren, hè, jij. Ik, hè? Gelijk onze Luc wat komen memmen. Vergeet het. En wel, hoe zit het? Komt hier geen eten op tafel? Ik wacht tot dat onze Luc er is. Dan zullen we nog lang mogen wachten, hè. De Luc, die is overuren aan het doen. Wat? Overuren? Bij Leontien. Wel ja. Overuren. Wat was dat ik niet mocht horen? Overuren. Het is niet waar. Onze Luc met Leontien? Wat is er niet waar? Waar redt het over? Ja. Nu weet ik toch wel heel zeker. Wat? Oude liefde roest niet. Ik vrees dat ik haar nooit ga kunnen vergeten. Ik ben er nog niet goed van. Jawel, Harry. Je bent niet de eerste die daar is achtergekomen vandaag. Nee, dat zou wel niet. Sta jij nog altijd zot van de Frank? Zeg, zwanzerke. Hey, je hebt wel nog altijd een zwak voor hem, hè? Gulle zij dan te overdrijven. Nee, dat vind ik niet. Je ziet dat. Jullie zijn nooit een koppel geweest en jullie blijven elkaar door dik en dun steunen. Je ziet dat. Dat kunnen van mij en Ingrid niet zeggen, hè? Door die kinderen. We kunnen elkaar niet eens in de ogen kijken. Nee. Jij en de Frank, de laatste tijd. Dat is wat anders. Het is niet waar, hè. Het is niet waar. Heeft hem zijn eigen dan toch laten doen. Luc met Leontien. Zeg, je bedoelt toch niet... Simon, onze Luc? Ik heb ze betrapt. Wat? Betrapt? Ja, maar... Toch niet op zijn bureau? Frank, enfin. Denkt u toch niets van dat snot, jongen, aan? En we waren zo'n toen, was zo'n neuf? Zo. Ontkussen, hè. En wat nog? Maar nog niks, toen ben ik binnengekomen. Oh, het is niet waar. Ik heb het gezegd, hè. Vroeg of laat doet die trut hem binnen. En je ziet, komt uit, hè.
De sukkelaar. Ik wil niet dat je zo over onze luxe spreekt terwijl er een gast in huis is. Oh, wat trekt er van mij vooral niks aan, zeg. Nee, dus goed, ja, dan moeten we je ook geen eten meer geven. Dat een nooslaar. Ik vind dat anders wel plezant, zo'n kind aan tafel. Ik ben geen kind meer, ja. Nee, dat is goed. Anders had Simone kunnen adopteren. Adopteren. Als jij dat dan toch zo spijtig vindt, ik wil ik anders wel wat dikwijls er langskomen en kindje spelen, hè? Komt jij zo dikwijls als je wilt, hè, manneke? Ja, maar breng daar wel uw eigen eten mee. Zeg, die doet boodschappen voor mij, zijn dat telt ook. Goedenavond allemaal. Ah, daar is hem, hè, onze playboy. Harry, wat bedoelt je met de laatste maanden? Wel, de tijd dat niet zo goed ging met Bianca. Dat is toch waar, Bianca is toch een tijd niet goed gegaan met je? Ja, je hebt gelijk. Ik heb toen heel veel steun gehad. Van onze pa en ook van mama. Maar het heeft lang geduurd, hè, voordat ze weer een beetje op goede voet stonden met elkaar. Ja, zeg dat wel. Zou er dan toch nog hoop zijn? Soms moet er iets gebeuren voordat je weer wat dichter bij elkaar kunt komen. Ja. De zwaar zegt gelijk. Zegt gelijk. Zou alleen niet weten, wat? Godverdomme. Ah. Ja, sorry, maar... Kun je je voorstellen hoe moeilijk dat allemaal is? Ik had zo graag de vader van dat kind geworden. Hoe komt het nu dat ik de vader van dat kind niet meer? Luc, is dat waar? Allee, toe zegt dat niet waar is. God, Simon, heb je uw mond niet kunnen houden? Mooi jongen, vroeg of laat komt dat toch uit? Hier zij rond haar vinger. Maar ze draait zijn helemaal niet rond haar vinger. Nee, het zal nog niet zijn. Geef dat toch gewoon toe, ze heeft u binnen gedaan. Ze moest en ze zou u hebben, en ze heeft u, hè? En nu heeft ze nooit gehad, zeker? Dat was iets helemaal anders. Ik heb haar binnen gedaan. Ja, er zitten nog vier op ook, zeker? Daar, zeg. Lucky Luxe. Hij ging het allemaal eens arrangeren. En voordat hij het weet, rammelt ze met zijn chockedij, zeg. Kijk, Franske, in uw ogen ben ik misschien in haar val getrapt, hè? Maar in mijn ogen heb ik alleen maar uw stommiteit terechtgetrokken. Mijn stommiteit? Ja, uw stommiteit. Want anders had ze lang geweten dat wij met ons getwee bezig zijn... Leuk. Dat was ze begin snuffelen. En had ze zeker en vast iets gevonden. Daarom heb ik het gedaan, Franske. Oh god. Moet ik nu merci zeggen? Zeg, Luc, had je nu eens geen twee keer kunnen nadenken voordat je met Leontien... Ja, en in vervolg zorgde dat uw afspraken nakomt. Als er een job is, dan zij er. Verstaan? Ja, maar zo moeten we nu ook niet beginnen, hè? Onze Frank die had een geldige reden. Ja. Jij moest toch naar een dokter? Een dokter? Waarom moest jij naar een dokter, baby?